kut. Ik wil alleen aardig zijn. Jullie oudjes schamen je meestal zo voor jullie vetrandjes. Oké. Ik ken mijn rechten. Jullie kunnen niet binnenkomen zonder bevel. Oh. Zo, jij bent wel een pietje prinses. Er is niets wat ik kan doen. Het is voorbij. Volgens uw vrouw zit uw bionische kid namelijk al 15 jaar in uw kelder opgesloten. Oké. Punt 1, technisch gezien zijn het niet mijn kids. Ik heb ze van mijn broer gestolen. Punt 2, het is 16 jaar. En punt 3, ik denk dat ik mijn advocaat moet spreken. Dus, jij en Rectrix Perry. Ik wil het er niet over hebben. Hey, moet je zien. En bionische mensen, meer bewijs heb ik niet nodig. Maar ik ga ze meenemen voor een nog veel grondiger onderzoek. Naar? Een afgelegen testruimte in de woestijn. Hoe? Is het regio 51? Nee. Regio 52? Nee. Regio 3? Nee! Hij wordt steeds bozer, ik zit vast dichtbij. Jullie gaan het nog heel fijn vinden met hem. Hey, maar hoe zit het met meneer Davenport? Wat gebeurt met hem? Die heeft ongeautoriseerde massadestructiewapens opgeslagen. Dus, die wordt in hechtenis genomen. In afwachting van mijn rapport. Het maakt me niet uit wat hij doet, maar geef toe, u gaat ze nooit vrij laten. Oh, rustig maar. Heel veel mensen bloeien op van eenzame omsluiting. U haalt ze uit elkaar? Maar natuurlijk, bij elkaar. Dus worden ze gescheiden tot het gevaar geweken is. Wat betekent dat? Dat jullie elkaar nooit meer zullen zien. Daar zijn jullie. Het is altijd op de laatste plek waar je zoekt, nietwaar? Ben jij de nieuwe schoolinspecteur? Het geld ligt in een envelop waarop staat voor schoolspullen. Dat is Green. Toe, neem het speerloze kind mee. Maar laat mij met de man van mijn dromen. Hoe wist je dat wij hier waren? Ik had iemand die je bespioneerde. Wacht, dus dat was niet jij in die mantel? Er is echt een meisje? Ja, dus. Wel eens een klap van gekregen? Moet ik die... Oh, maar iemand. Ze is een genetisch-mechanische supersoldaat. Is zij ook bionisch? Je mag trots zijn. Je technologie heeft me enorm geholpen. En ik heb je Triton heb geupgrade, dus ik kan haar vaardigheden vanaf nu met mijn hersenen besturen. Nou, vele vaardigheden. Ze kan haar lichaamstemperatuur aanpassen. Aan haar omgeving. Waar gaat dit heen, Crane? Wat is je plan? Dat ontdekt de wereld snel genoeg. Maar jij niet. Mooi. Dan kunnen ze de rommel opruimen. Nee! Mag ik die kleine doen? Laat me gaan. We kunnen Leo niet eens gedag zeggen. Ik zal hem heel erg gaan missen. Ja, ik bedoel, wat vriendschap betreft had hij zeker in de top 50. Geen zorgen, jongens. We komen hier wel doorheen. Ja. Jongens, ik wil jullie iets geven om mij te herinneren. Als het zwaar wordt, hoop ik dat dit zal helpen.